Daar ben ik dan. Ik ben Shawnee en ik ben 23 jaar. Toen ik 15 was, moest ik naar een nieuwe school. En daar werd ik heimelijk verliefd op de juf. Ik deed extra goed mijn best tijdens de les in Nederlands, in de hoop wat extra aandacht van haar te krijgen. Maar klasgenootjes scholden met het woord homo. En ergens had ik het gevoel dat ik niet helemaal normaal was. Ik schaamde me heel erg en ik voelde me heel erg eenzaam. En ondanks dat mijn moeder een relatie heeft met een vrouw en mijn beste vriend in de brugklas al tegen me zei dat hij homo is, durfde ik het aan niemand te vertellen. Ik deed alsof ik verliefd was op de jongens in de klas en ik zoende met ze. Maar stiekem droomde ik van actrices en zangeressen. En ik schreef over hen in mijn dagboeken. In mijn dagboeken schreef ik eigenlijk alles wat ik voelde. Want dat was mijn wereld. Maar op een dag dacht ik, misschien moet ik het toch een keer aan een vriendin laten lezen. En dat heb ik toen gedaan. Eigenlijk vond ze het helemaal niet heel raar wat ik had opgeschreven. Ze vond het alleen maar heel erg leuk omschreven. En dat maakte dat ik mijn dagboeken als echt verhaal ben op gaan schrijven. Ik creëerde een soort alter ego. Ik noemde haar Sam en Sam was heel stoer en net als ik verliefd op de juf. Omdat Sam in het boek aan haar ouders vertelde dat ze lesbisch is, heb ik dat ook gedaan. Ik vertelde aan mijn ouders dat ik op vrouwen val en eigenlijk was er helemaal niet heel erg veel aan de hand. Ze vonden het heel erg normaal. Sam Hopeloos werd een echt boek en de uitgever wilde dat ook uit gaan geven. Toen lag mijn boek in de winkel en ik was super trots. Maar ik had wel het gevoel dat ik ook de rest moest vertellen dat ik lesbisch ben. Dus deed ik dat. Ik vertelde aan mijn vrienden en aan de rest van de familie dat ik lesbisch ben. Toen ik 18 was, leerde ik mijn eerste vriendin kennen. Na een aantal jaar ging dat uit, maar we zijn nog steeds goede vriendinnen. Aan het begin van dit jaar heb ik een meisje leren kennen. Het was, zoals dat heet, liefde op het eerste gezicht. Volgende week gaan we officieel samenwonen. En ik hoop dat ik nog heel erg lang gelukkig met haar kan zijn. En wat betreft het schrijven, deel 2 is in de maak.